staan hier bij Vincent en Natasha Renes. Jullie zijn met Effect begonnen en hoe is dat allemaal ontstaan? Nou, dat is een lang verhaal. Dat is begonnen 2008 denk ik, 2007-2008. Schoolmusical voor onze kinderen hebben wij geregisseerd. En hoe kwam dat? Natasha en ik, wij maakten al muziek, al jaren. En op school hadden ze gevraagd of wij hun misschien konden helpen om een schoolmusical te begeleiden. En dat was zo leuk, dat hebben we gedaan met 280 kinderen toen de tijd. En dan moesten we vervolg krijgen. Toen zijn we in België, waar wij wonen inmiddels, ik heb al in Boxtel gewoond, maar zijn wij begonnen met een musical, denk van 20 kindjes, dachten wij. Maar dat groeide al heel snel uit tot 60 mensen. En mensen die ons uit Boxtel kenden, zeiden van, dat willen we ook in Boxtel hebben. Dus toen zijn we naar Boxtel verhuisd. Of de verhuisd erbij gekomen. Ja. Zo is het gegaan. Ik hoef daar niks aan toe te voegen. Ik heb net even iets gezien van de repetities. Ik zag ook dat jullie kinderen meededen. Hoe is dat ontstaan? Tja. Dat zijn de schuldigen. Even, wij zijn muzikanten. Wij hebben altijd muziek gemaakt door het hele land. In België en Duitsland. En musical was meer van onze kinderen. Die zeiden, oh, musical vinden we zo geweldig. En er was niks. Hè. Ik zei al, op school was het en er was verder niks. Toen zijn wij begonnen. En zo zijn we in de musical gerold. Maar onze kinderen zijn musical. Die zijn echt alles musical. Dus... Maar ook, ze waren 8 en 10 jaar toen. Dus dat zit al echt al heel lang bij hun erin. En wij hebben ons daarin verdiept. En uiteraard na de schoolmusical die we toen gedaan hebben, hadden we zoiets van, ja, dit moet echt een staartje krijgen. En het staartje wordt steeds groter, moet ik eerlijk zeggen. Het is een hartstikke leuk staartje ook. Ik wil overgaan naar tango, want daar is het, over anderhalve week is het al zover. Hoe zit het precies met de voorbereidingen? Hoe lang heeft dat geduurd? En waar sta je nu? De eerste insteek is vorig jaar oktober. Toen zat ik in de auto op weg naar een musical die we gingen doen. En toen had ik zoiets van, dat moeten we gaan doen. Met een cafeetje, met een kroeg die niet loopt. Klopt, en toen ben ik met dat idee naar hem toe gegaan. En gezegd van, knutsel maar eens iets in elkaar. Dus en zodoende. Ja. En dan ga je dat schrijven. Dan ga je gewoon dingen proberen met liedjes, met alles. En dan denk je van, zit er ook een verhaal in? En ja, dan ga ik uitzoeken van, wat kan ik? Wat doen we ermee? Ik heb een beetje als uitgangspunt alles is liefde genomen. En daar bedoel ik mee van allemaal personages die iets met elkaar te maken hebben, maar waar je de link niet van zit. En zo is het in elkaar geknutseld tot een heel leuk verhaal. Jullie zitten in meerdere plaatsen dat jullie dit doen. Hoe doen de deelnemers van Boxlut nou? Fanatiek. Ja, fanatiek. Ja, heel fanatiek. Fanatieker dan anderen? Andere groepen. Het klein beetje verschil. We hebben hier in Boxtel hebben we een extreme grote volwassen groep. En die volwassenen die sturen wel echt aan op direct oefenen. Dus die hebben niet dat ze niet kletsen. Ik bedoel, ze kletsen best ook wel tijdens de les. Maar het is wel zo dat ze weer meer willen doen dan dat, bij wijze van spreken, kinderen. Die vinden al gauw iets best, alhoewel die ook heel fanatiek zijn. Ja. En hier in Boxtel de kinderen ook heel goed zijn. Dus ja, het is gewoon een hartstikke leuk clubje, maar wij zijn dol op al onze clubjes. Dus, ja. Maar ja, voor Boxtel mag ik zeggen dat wij heel trots zijn wat ze hier al gedaan hebben en wat ze volgende week gaan doen. Want het is niet gemakkelijk. Jullie motto is ook dat iedereen talent heeft. Kunnen we dan in Boxtel echt met onze talenten ver komen? Ja. Ja, absoluut. Zonder meer. Absoluut. Ja. En ik weet ook dat er nog veel meer talent zit hier, echt. Alleen de durf, het is vaak de drempel om erover te gaan, om het te doen. En dan komen ze hier binnen en dan zie je iemand heel moeizaam binnenkomen. En dan 2 lessen verder, dan bloeien ze op. En dan denk je, oei, daar zit wat in. En zo hebben we er een aantal, ja. Maar in iedereen die met ons meedoet, moet ik zeggen, er is altijd wel een groei in. Als je ze na een jaar bekijkt, of ze wel of geen talent hebben, want door iedereen mag met ons meedoen, is het wel dat iedereen maakt vooruitgang. En dat is wel, dat vind ik wel leuk om eruit te halen wat erin zit. Dus dat, dat ben ik zelf wel heel trots op. Laatste vraag. Wat zou je de Boxtelse kijkers mee willen geven om, zeg maar, enthousiast mee te doen?
kom eens kijken in Oorschot, ja, in de Enk, wat ze doen. En wat ze dus, waar ze een jaar lang mee bezig zijn om te oefenen. En om de kleine stukjes, de puzzelstukjes, zeg maar, tot een ware puzzel te presenteren. En ja, als je dat ziet en dat enthousiasme dan ziet en dan het publiek enthousiast hoort, ja, dan is het natuurlijk de stap is dan makkelijker te maken om eens binnen te stappen in de Rots op woensdag en dan zeggen van ik wil wel eens een keertje meedoen, want dat is de moeite waard. Ik wens jullie heel veel succes met de uitvoering volgende week, over anderhalve week. Ja, en ook met het vervolg wat daarna komt. Dankjewel. We doen ons best, dankjewel. Ja.